Goedendag, welkom bij weer een nieuwe vlog. Wat ontzettend leuk dat u er weer bent en dat u mijn kanaal weer gevonden heeft. Het is weer zover, we mogen eindelijk weer naar Hongarije. Yippie! We zitten nu op Eindhoven, achter de douane. En we zitten eventjes wat te eten, slash te drinken en te wachten tot we weten welke gate dat we gaan krijgen. Dus ik heb even lekker een gevulde koek en Paul heeft nog wat koffie en nog een klein stukje van zijn appelvlot. Dus eventjes lekker genieten en een klein beetje vervelen misschien, maar komt wel goed. Inmiddels hebben we alles op, maar het blijft toch iets apart van die uitgeprinte kaarten. Ik ben toch meer nog de vliegtickets van vroeger gewend, al is het inmiddels de derde keer dat we het moeten doen met uitgeprinte kaarten. Maar ja, het blijft iets apart. We hebben overigens wel bij moeten betalen dit keer om bij elkaar te mogen zitten. De andere keren werden we automatisch bij elkaar gezet. En terug zitten we wel gewoon gratis bij elkaar. Maar dit hebben we toch maar even geregeld. Want anders zaten we 14 rijen uit elkaar. En dat is toch niet zo fijn als je toch enigszins angstig bent. In ieder geval met opstarten en landen en soms er tussenin nog. Een beetje lastig om de hand van een wildvreemde vast te pakken. Dus dat hebben we maar even zo geregeld. Maar wel met extra beenruimte. Niet dat het me daarom gaat, maar het is wel leuk. Op het bord staat het nog niet, maar ik hoor al omroepen gate 11 zometeen. Paul dacht dat hij zijn sleutels vergeten was, maar gelukkig heeft hij ze wel. Maar ik hoor nu iets over 12 en net iets over 11. Nou, mijn priority gaat nu via 12. Is dan de rest dadelijk via 11 of zo? Nou ja, we horen het zo wel. Het kwam vanzelf op het bordje staan, toch? Nou, bij 12 is Lissabon juist aan het boarden. Dus ik weet niet, maar er gaat iets fout in ieder geval. Maar het is ook pas 8 minuten voor 8. Dus dat is ook wel heel vroeg geweest dan. Gezien de vlucht om 9:05 gaat. Dik 20 minuten eerder dan gepland weten we al dat het gate 11 gaat worden. Dus daar gaan we maar lekker even naartoe lopen alvast. Zo, op weg naar gate 11 dus. Volgens mij naar boven, als ik het goed onthouden heb. Ja. Ja. Nee, 11 en 12 zijn het boven. Nou, het is in ieder geval lekker weer. Ja. Dus dat scheelt. En dan was het dus de bedoeling dat mijn man de camera even naar buiten zou richten, maar dat snapt mijn man niet helemaal. Nee. Maar het is in ieder geval lekker weer buiten. Nogmaals. Vast wel. Ja, sorry mensen dat het zo snel gaat. Ik draai tegenwoordig rustig. Maar goed, er zijn mensen die wat minder vaak filmen. Dus bij deze was niet de bedoeling dat het zo wild zou gaan. Maar goed, in ieder geval, we gaan de roltrap op. En dan gaan we vanaf daar inderdaad eventjes kijken waar 11 precies zit. Ergens boven dus. Is rechtdoor zo meteen, op als we boven komen. Het is natuurlijk toch weer even geleden dat we dit gedaan hebben, want het was in juni. 10 juni om te zijn. En vorige keer zijn we vanaf Brussel gevlogen. 10-11 is rechtdoor. Gate 11, zo meteen naar rechts zo te zien. Mooie ding hier aan de muur, met een ding, wat is dat, Venetië? Nee, dat zal niet, nee. Juist niet, nee. Venetië is veel mooier volgens mij. Ik ben er nooit geweest, maar het is in ieder geval, ja, mooie versier. Ja, we kunnen hier gewoon zitten in de lounge nog, dat scheelt. Kijk maar, de hele lounge hebben we hier zo. Niet hier in Transavia, maar wij moeten missen er hebben. Zavia gaat nu weg. Kunnen we even nog meer ploffen? Ja. Nou, ik zou zeggen bedankt weer voor het kijken en delen. En top als u even een duimpje doet en gratis abonneert. Helemaal leuk. En nou, tot de volgende. Doei doei.